Nee, mijn naam is Robert Vossen. Ik heb inderdaad net gespeeld tijdens de Blues Awards uitreiking van de Dutch Blues Foundation. En ja, ik was zo gelukkig om de award te winnen als beste vocalist. En ja, als klap op de vuurpijl ook nog voor de beste band, de Vossen Struikband. Dus daar ben ik trots op en blij mee. Ik doe al jaren, zeg ik altijd, de recht toe recht aan Chicago Blues. En ja, dat is een soort van handelsmerk geworden. Ik heb er wel eens met een Amerikaanse muzikant daar een mooie discussie over gehad. Hij zegt, je moet dus ophouden met die Chicago Blues, want dat bestaat helemaal niet. Ik zeg, nee, ik zeg, maar het werkt wel. Nee, in Amerika werkt dat anders. En hier, ja, ik zeg altijd, ik speel Chicago Blues, maar ja, ik vind ook heel veel andere stijlen vind ik mooi. Nee, ik kwam voor het eerst in aanraking met bluesmuziek. Ik denk in mijn puberteit. Toen was ik veel bezig met Elvis, Johnny Cash. En toen bij een neef van mij, die draaide toen een nummer. Achteraf bleek dat is er waarschijnlijk Muddy Waters geweest. En daar viel me de pianist op. Dat was Otis Spann. En toen dacht ik, wow, wat is dit voor muziek? Dit is gaaf. En ik denk dat het toen een jaar of 12 of 13 was. En ja, en toen, ik had net 6,5 jaar blokfluitles erop zitten. Zonder tegenzin, dat moet ik altijd bij zeggen. En toen, de blues, dat. Dus ik speel nog steeds wel eens country. En ik vind Elvis vind ik nog steeds prachtig. Maar ja, de blues, dat is toen ontstaan. Ja, en dan kom je zo in de loop der tijd kom je op concerten en dan ontwikkel je je stijl. Ja. Uiteindelijk is alles blues. En als je... Er is ooit een mooie documentaire geweest over de blues en de Smart Lab. Er werd in Chicago werd een bluesmuzikant gevolgd, Honeyboy Edwards. En in Nederland een zangeres zonder naam. En uiteindelijk is dat... Ja, het is allemaal gewoon... Ja, het is een soort levenslied. En dus ja, het is... Maar inderdaad, er wordt hier in hokjes gedacht. Dat is zo. En ik doe daar ook aan mee. Want ik bedoel, ja, ik zeg ook dat ik Chicago blues speel. En maar ja, whatever. We spelen wel blues op zeg maar, Amerikaanse leest geschoeid. Dus dat is wel iets anders dan zeg maar, de neder blues. Niet dat ik daarmee iets kwalitatief over zeg. Maar ik vind neder blues is dus hè, de bands als QB en de Blizzards. Dat is heel erg ontstaan vanuit de jaren 60. De bands in Engeland die succes hadden. En daar is een soort van ja, stroming in de popmuziek ontstaan. En daar, ja, daar zijn dus ook Flavium en geweldige bands die natuurlijk heel belangrijk geweest zijn. En, maar goed, als ik voor mezelf spreek, en zo ken ik nog wel een aantal muzikanten, onze inspiratie ligt met name in Amerika. De Amerikaanse blues. Ja. Ik vind Hard Again vind ik mooi, uit de jaren 70, door Johnny Winter geproduceerd. Daar staat Man Is Boy op. Ja, wat dat betreft natuurlijk een vrij bekend nummer van hem. Ik vind dat wel nog steeds een van de... Ja, lekker. De titel van het album is This Music Makes My Pee-Pee Hard Again. Dat is wat Muddy Waters zei. Dat is de titel, heb ik ooit ergens gelezen. Wat ik belangrijk vind is dat jonge generatie en ook oudere mensen, dat ze de bluesconcerten blijven volgen. Dat ze zich verdiepen in de oorsprong van de muziek. En er is op YouTube heel veel te vinden. En vooroorlogse blues, naoorlogse blues. Maar en zeker zoals de Dutch Blues Foundation doet, ja, die helpen ons allemaal. Geef een steuntje in de rug om deze mooie muziek te blijven spelen. En dat is natuurlijk, ja, ook in de, ik bedoel, ik ben in Memphis geweest. International Blues Foundation doet hetzelfde. En ja, laten we dat allemaal serieus nemen. En
En nou ja, er is ook af en toe veel kritiek op. En af en toe van die discussies op Facebook. En die begrijp ik ook wel. En natuurlijk, ik heb maar nu even makkelijk praten. Ja, kritiek. Van ja, blues is geen wedstrijdje. Nee, blues is geen wedstrijdje. Natuurlijk, ik heb maar even makkelijk praten. Want ik heb nu, ja, we hebben 2 awards. En ik bedoel, ik ben in Memphis geweest. Maar uiteindelijk helpt de Dutch Blues Foundation en al die foundations ter wereld helpen ons allemaal om deze muziek te maken. En ik maak mee hoeveel tijd er geïnvesteerd wordt door de vrijwilligers van de Blues Foundation. En iedere week vergaderen, mensen spreken, dingen regelen, organiseren. En ja, dat wordt soms wel eens een beetje te weinig gewaardeerd. Ik waardeer het in ieder geval ontzettend. En ik vind, dat is, nou, zou mijn boodschap zijn, verdiep je erin voordat je er een mening over hebt.